President Santokki is naar Guyana om met president Ali te onderhandelen over de bouw van een brug over de Corantijnrivier. Eerder hebben ministers van beide landen de voortgang besproken. De brug bevordert handel en integratie en past binnen regionale plannen. Beide presidenten hebben regelmatige ontmoetingen afgesproken om verschillende kwesties te bespreken. Na besluitvorming volgen onderhandelingen met bedrijven met verwachte oplevering van de brug in 2026. Minister Zeldin en functionarissen hebben de start van de kunstwerkrehabilitatie in Ikeri gemarkeerd. Gefinancierd door een lening van $30 miljoen van de Inter-American Development Bank, richt het project zich op waterschappen en wegen. De minister benadrukte de bevordering van de zelfstandigheid van de boeren en riep belanghebbenden op de werkzaamheden goed te volgen. De rehabilitatie duurt 3 maanden en is onderdeel van bredere inspanningen om knelpunten in de rijstsector aan te pakken. Cornelis Kondrik krijgt binnenkort continu schoon drinkwater, aangekondigd tijdens een oriëntatiebezoek op Wereldwaterdag door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Een drinkwaterstation wordt gebouwd in Bovenkoppename, waarbij de eerste steenlegging werd gedaan tijdens het bezoek. Minister Abiyamofo benadrukte de inzet van de regering als het gaat om schoon drinkwater, volgens SDG Doel 6, ondanks financiële uitdagingen. Het station zal een filtratie- en zuiveringssysteem, opslag- en distributietanks omvatten, met uitbreiding van het waternetwerk en plaatsing van 40 erfkranen in het dorp.